hoe vaker je dit organiseert, eigenlijk hoe flexibeler het gaat. We hebben dit jaar helaas een beetje te maken, voor de allereerste keer overigens, met een aantal zieken. De griep die heerst. Dus we hebben onder andere Marianne Weber die niet kon komen. Ja, dat vinden we toch heel erg jammer, want er zijn ook heel veel fans hier naartoe afgereisd. Maar goed, dat is overmacht en daar kan Marianne niks aan doen, want die baalt natuurlijk ook als een stekker dat ze niet kan komen. Verder qua organisatie, ja, het lijkt wel of ik dat alleen doe, maar er zijn heel veel mensen om me heen die mij daarmee helpen. En dat gaat eigenlijk ieder jaar makkelijker en makkelijker. Dus Nou, wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat je moet respecteren hoe de mensen hier leven en hier wonen. Hè. Dus ook vandaar dat wij bepaalde openingstijden hebben en ook niet te veel overlast willen bezorgen. De andere kant brengen we ook wat naar het dorp toe. En dat is ook natuurlijk belangrijk, hè, dat je ook de mensen wat komt brengen en niet alleen maar hier een hoop herrie komt schoppen, zeg maar. Maar ze zijn echt blij met de mensen, ook de mensen die meereizen. Het zijn toch ook weer nieuwe klanten eigenlijk die in de toekomst in één keer weer met de kerstdagen komen of met de krokus, met de familie. Dus het is voor het dorp is het ook een heel belangrijk iets. En voor ons, wij voelen hier ons echt thuis. We zijn welkom hier in Westendorf. Peter vindt het fantastisch, want die is zo trots als een pauw. En ik heb dus eigenlijk als mystery heb ik dus zijn dochter in zijn programma. Hij gaat de medley doen, met Koos Alberts een duet doen en met zijn dochter in het programma. En ik vind dat persoonlijk heel erg leuk dat Peter dit jaar met zijn dochter hier op het podium gaat staan. Nou Hessel, ik ben met allerlei leuke dingen bezig. We hebben hier ook, dat vind ik ook wel leuk om even te vermelden, de mensen achter de artiest. Hè. Dus bijvoorbeeld Kees Tel, onder andere bekend van de hit Jij maakt me gek. Maakt heel veel liedjes voor artiesten zoals ik. Hè. En Jeroen Dirksen, die maakt ook heel veel mooie liedjes. Die zijn hier, dus we hebben allemaal weer leuke plannetjes gemaakt. En ik kan jou wel eigenlijk een tipje van de sluier opnemen. Ik ga dan een liedje van Peter Koelewijn opnemen. En dat liedje dat heet Angeline, de blonde seksmachine. Dat wordt mijn nieuwe zomerplaat en die gaat door Kees Tel gemaakt worden.